Lekker logisch. Bing wil me nooit meer zien, dus hij houdt nog van me. Hij voelt zich verraden, zeg je. Als hij niet om je zou geven, dan raakt het hem niet zo diep. Toen jij erachter kwam, heeft hij je wel toegelaten. Ja, en dat heb ik vervolgens verpest door mijn mond niet te houden. Aisha kon het niet meer alleen aan. Hij voelt zich verraden omdat hij om je geeft. Stel dat dat zo is. Het is zo. Hoe bereik ik hem dan? Als hij niet van me wil houden, dan kan ik hem moeilijk dwingen. Zal ik anders met hem gaan praten? Ik moet het zelf doen. Jij hebt lef. Eerst steek je hem neer en nu kom je hem troosten. Bemoei jij er me niet mee? Bing zit niet op medelijden te wachten. Wat doe jij hier dan? Wegwezen jij. Dat bepaal jij niet. Zolang Bing mij hier wil hebben, blijf ik hier. Heb je me niet gehoord? Laat haar. Je kunt beter gaan. Natuurlijk niet. Ik ben er voor je. Dat hoeft niet. Nu jij. Opzouten. Ik wil je niet meer zien. Ga. Voor even. Kun jij ondertussen kalmeren en nadenken waarom je je laat troosten door de vrouw die je heeft willen vermoorden?